Leef je nog? Ja, ik leef nog. Super tof dat je kijkt naar gewoon een nieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. En zoals jullie weten is al een tijdje voor jullie klok voor achteruit gegaan. Voor mij is dat vannacht gebeurd, maar voor jullie is al een tijdje geleden. Dus, maar we gaan nu even lekker een bak koffie zetten en ik ga even klaarmaken om vandaag richting Den Bosch te gaan. Ik heb er zin in en ik ben benieuwd welke nummers we gaan zingen. Dus ik heb al een beetje op zitten zoeken welke nummers we hebben gezongen. Eentje heet Moed. En je vanaf hier als het goed hè. Dus, maar ja, we gaan het allemaal even zien. En deze heb ik natuurlijk gisteren zitten strijken. En ik heb die zitten renderen net. Maar hij pakt op het moment niet in mijn maps. Dus ik moest opnieuw renderen, maar het maakt niet uit. Deze ga ik vanavond even allemaal opvouwen. Dus ga ik dat van vanavond doen. En als het goed is, dus een van de begeleiders. Ja, zie je er. De auto staat. Maar ik ga vanavond richting Den Bosch. Ik heb er super veel zin in. Alleen, minpunt is, er rijden geen treinen en we moeten een stopbus hebben. Ja. Dat valt een beetje tegen alleen, maar ja, het maakt niet uit. Dan moet het maar. Dus. En deze even. En ja, ik kan er wel aan ergeren om door de stoptrein te nemen, maar als het moet, moet het maar. Maar beter dan dat we niet aankomen, dan dat we aankomen. En op die manier komen we juist wel aan in Den Bosch. Dus we gaan nu even maar lekker koffie zetten, ben ik net gedaan. En dan klaarmaken richting Den Bosch te gaan. Ik ben even langs de groep gegaan om even geld op te halen voor bovengroep voor morgen. Want morgen heb ik bovengroep om te eten. En ik weet precies wat ik ga eten, maar dat ga ik morgen vertellen. Wat? En ik zit er helemaal te spacen om al richting Den Bosch te gaan. Ik kan hier gewoon niet wachten. En ik heb wel super veel zin in. En we kijken er naar uit. En ik heb morgen, vanavond of morgen in ieder geval heel veel afwas te staan. Dus we gaan morgen dat even doen of vanavond, een van de twee. En nu maar even lekker klaarmaken om richting station te gaan. En dan richting Den Bosch. Dus ik heb even zin in. Ik hoop dat jullie gaat genieten. Ik moet even alleen toestemming vragen. Eigenlijk of ik daar mag vloggen. Maar dan ga ik, het komt wel helemaal goed. En dan ga ik even met diegene over hebben. Of het lukt om contact te krijgen. Maar we gaan het zien. Maar in ieder geval, we gaan even klaarmaken om richting Den Bosch te gaan. Dus ik heb er wel zin in. Ik hoop jullie ook. En ik neem jullie natuurlijk elke dag waar ik heen ga. Wat ik meemaak. Wat er gaat gebeuren als ik jullie ga vertellen. Mee. Dus. Nu maar. Wat ik al zei, klaarmaken om richting Den Bosch te gaan. Ik heb super veel zin in. Zo, ik ben nou richting station toe. En dan ga ik een bus pakken naar. Eigenlijk officieel naar Woerden toe. Dus. En dan van Woerden ga ik echt de trein pakken. Maar dan gaan jullie allemaal voor de rest al zien hoe en wat. Oh, wat heb ik er ongelooflijk veel zin in. Het is nu. Kijk, ik ben al te vroeg gaan lopen. 10:54. En ik ben het een beetje eigenlijk te vroeg om te lopen. Waarom? Ja, ik dacht, weet je, ik ga even checken of ik genoeg geld heb heb staan voor OV-kaart. Want zo niet, dan kan ik nog even opwaarderen. En dan heb ik daar tijd zat voor. En dan ga ik, als het goed is Joshua daar ook. Dus we gaan het even kijken, doen we wat. Dus we gaan nu richting station. Wacht op Joshua. Als hij eraan komt, eerst even checken of OV genoeg geld op staat. En dan wachten op Joshua. Of, misschien is Joshua al gelijk, dat weet ik alleen niet. Maar we gaan nu even richting. Richting station lopen. Ik heb super veel zin in om in Den Bosch te zijn. Zo, wij staan nu te wachten op de bus eigenlijk. Sander, zijn stopbussen. Jij hebt een enorme prestatie geleverd. Hoezo? Het lukt normaal niemand om mij op zondag uit bed te krijgen. En hij is gewoon geflikt. Yay! Ongelooflijk, wat een prestatie. Maar hij zit er zin in. Tuurlijk. Mooi zo. Waarom niet? Maar we gaan de stopbus pakken, want Ernet is goed bezig. Shout-out naar Ernet! Jullie verneuken het steeds. Lekker bezig. Eigenlijk hashtag NS. Hashtag waarom? Ja, ook dat. Dus even kijken, we moeten het bus pakken van 1:11. Dus we hebben nog 10 minuutjes. Nou, 11 minuutjes. Autist. 11 minuutjes. Wij moeten dadelijk de trein pakken naar Utrecht. Zin in. En daar gaat iemand gaan we iemand zien. Ik kan degene niet laten zien, maar hij gaat diegene voor eerst ontmoeten. Ik wil gebruik maken van deze vlog om te zeggen dat je lekker bezig bent. Dank je. Alsjeblieft. Heb je wat te eten voor me? Nee. Oké, dan moet ik. Nee joh. Ik ben benieuwd hoe ze gaat doen, welke nummers ze gaat zingen. Ja, ik denk wat van de nieuwste singles, hè, denk ik. Ja, dat sowieso. Kom maar goed joh, laten we het lekker verrassen. Ja, we gaan hen dat laten we zeker doen. Dus. Nou, we gaan nu even wachten op de bus. Wij zijn nu bij station Alphen aan de Rijn. En dan gaan we de trein pakken richting Utrecht, hè? Het is koud. Ja, zo echt frisjes. We kunnen ook nog onder daar onder zitten. We minder wind. Ik had nog moeten waarschuwen dat het zo koud is. Ja, het wordt ook winter. Ja, het is winter aan het worden. Oh, kies je dat je boos wordt? Wauw, George. Wauw. Maar dan gaan we wachten op de trein. Dit is nu de trein die nu daar staat. Is naar, nog een kwartiertje te gaan. Ja, ik heb er zin in. Die trein is naar Leiden en dan moet hij niet naar Leiden. Ik heb er zin in. Sander, zoom eens in op mijn gezicht. Als hebben we geen leiding meer. Sander, zoom eens in op mijn gezicht. Het enthousiasme spat er vanaf. Wel duidelijk. Wat is je? Enthousiast. Ja, dit is echt... Ik ga echt een fout. Ik heb niks te doen. En ik zag toevallig bij Ivo op de stories. En wanneer was het nou? Ja, van gisteren volgens mij, als het goed heb. Eergisteren. Hier zie je nu een clip van die vlog. Oké. Of niet, ik heb geen idee wat Sander gaat doen. Nee, dat is gewoon niet. Wat wou ik nou zeggen? Toen had ik gezegd tegen Ivo, jij en camera gaan echt nooit samen. Niet ik en camera? Nee. Iver en de camera. Iver en de camera. Ja, gaat nooit samen. Iver heeft ook gewend dat de microfoon op hem staat gericht niet op de camera. Wauw. Kijk, als Iver met een camera staat, dan weet hij dat er ook daadwerkelijk mensen naar hem gaan kijken. Dus dan staat er gelijk een druk op hem. Laat hem maar niet horen. Iver, we houden van je. We mogen je. Ik heb wel honger. Maar we gaan nu even wachten op de trein. En ik had toevallig op stories gezet wat vanmiddag dadelijk is. Jullie weten al natuurlijk al lang de uitslag. Ja. Ajax Feyenoord. En er waren een paar mensen die zeiden, wacht, ik kan hem even opnoemen. Iemand had gezegd, ik ben bang dat Ajax gaat winnen. Iemand had gezegd 1-2 Feyenoord. Kan. En iemand had gezegd 7-1 voor Ajax. 7-1 voor Ajax. Ja. Het is niet onmogelijk. En iemand had 6-1 voor Ajax. En iemand had ook weer gezegd Edo. Wil jij een oprechte... weer 10-0 voor Ajax. Wil jij een oprechte reactie? Wat ik ga denken. En iemand had 17-4 voor Ajax en 3-0. Zal ik even zeggen? En nou mag jij de uitslag zeggen. Zal ik het zeggen? Ja. Mijn oprechte reactie. Ik denk dat het 2-1 voor Feyenoord gaat worden. Oké. Kan. Ik zeg gelijkspel. Ik zeg gelijkspel. Ik denk 2-2. Oeh, kan ook natuurlijk. Klassieker, al fijn aan het... is het gelijk spelletje. We zullen het pas vanmiddag weten. Ja, jullie weten het al natuurlijk. Dat is eigenlijk onmiddellijk, hè? Ja, wij zullen het pas vanmiddag weten. Ja, maar jullie weten al lang. Want hoe laat is het eigenlijk, de wedstrijd? 16:30 geloof ik. Kwart voor 5. Dus, maar... Oh. En iemand zei al in de groep, ga voor zeker niet op je telefoon zitten om te kijken. Maar ik ben zo'n type die moet op je telefoon zitten. Dus je bent gewoon te verslaafd. Ik heb een vraag hiervoor. Jij bent nu mijn hulpmiddel. Zorg dat ik niet op mijn telefoon kom. Ik dacht dat ik een vriend was, maar blijkbaar is hulpmiddel een beter woord voor mij. Kan natuurlijk ook. Ja, oké. Okay. Maar je bent een goede vriend van me, laten we zo zeggen. En ook een goede hulpmiddel. Vrienden helpen elkaar. Wow. Ik wil elkaar kijken. Ik ben een goede hulpmiddel. Ik ben een goede vriend, hè? Oh, hij is nu wel weer vriend. Ja. Wat is er nou, hulpmiddel of vriend? Welke keuze maken? Laat maar kijken zo mee, weet je. Oké, dit gaat fout. Oh, ik moet janken. Oh, ik kom wel goed, jongen. Ik kom ook jou zien. Oh, ken je de reclame? Kom wel goed, schatje. Oké, dat slaan we sowieso over. Dus wanneer vertrekt de bus? De bus rijdt niet. Leef je nog? Ja, ik leef nog. Oké, dat was heel erg ruim. Oké, maar we gaan nu even wachten, want het trein van niet. We gaan nu wachten. Hoe lang nog? Nog 10 minuten. Nog 10 minuten. Oh, dat gaat wel lukken. Kom maar goed, joh. Kom maar goed. Moet ik eentje achter zetten, maar dat bijna beter maar niet. Nee. Nee, dat ging al. Dat klinkt weer fout, hè? Oké, dat gaat al fout. Laten we maar wachten tot de trein. Wij zijn nu in Utrecht Centraal. Ja! En hij... Nee, ben jij ook nog weer bij? Echt, hè? Ik dacht, ik was bij Alphen, was je een keer vanaf, maar nee. Nee, ik kom nooit van me af. Jammer. Ja, jongens, zometeen komt maar, weet je wat? Weet je wat we gaan doen? Ik kom voor je gewoon. Waar ik heen ga, hè? Zometeen komt de trein naar Venlo. Ja, dan gaan we op iemand wachten die niet in de vlog mag, eigenlijk. Niet? Nee. Heeft u er gewoon geen zin in? Nee, dat mag niet. Oh, dat mag niet? Door de privéreden. Maar... Dan gaan wij gewoon lekker naar Den Bosch toe. Ja, naar... Den Bosch? Naar optreden van... Den Bosch. Oké, daar houden wij. Daar houden wij. Ik heb er zin in. Jij er zin in? Den Bosch? Oh, wacht, ja! Shout-out naar Den Bosch. Shout-out naar Den Bosch, sowieso. Dan gaan we maar wachten op de trein. Ja, toch. Die over? Een paar minuutjes komt. Ja. Over... 2 minuutjes of zo. Hé, daar komt hij al aan. Nee. Nee, serieus, daar komt hij al aan. Geintje. Jezus. Even denken. Over vijf minuten, ja. Over 5 minuten komt de trein van ons, dus we gaan even erop wachten. Dus laten we dat even doen. Wij zijn nu in Alphen aangekomen en wat een dag. Het is inmiddels... Wat een dag. Het is inmiddels 7 uur later, maar ja. We hebben wel echt een dag gehad waar je u tegen zegt, hoor. Man, man, man. En iemand die heel erg sprakeloos was. Mag ik dat zeggen? Ja, eerlijk. Ja. Maar wat logisch. Ja, het is in 1 woord samen te vatten. Dat was gewoon super. Ja, dat was ongelooflijk, maar helaas mocht ik niet vloggen. Maar nog een paar woorden, fantastisch. Ja, en nog een paar woorden. Niet meer te vergeten. Onvergetelijk, nog een woord. Ja. Maar wat een zangeres. Echt een dijk van een stem. Ze zingt echt vooruit de tenen. Ongelooflijk. Ja, ongelooflijk mooi en we hebben een superleuke dag gehad. SO naar Marlijn, lekker bezig. Sowieso. Wat we nu gaan doen in richting huis. Ja, ik... Het is nu, ga ik even laten zien, dit tijd. Het is bijna 7 uur. En dat achterschond is maar open. Maar goed, ja, ik ga ook gewoon, hoe heet het? Ik moet ook zo weer naar bed. Normaal ben ik gewoon deze tijd gewoon thuis, dus... Ik ga zo lekker... De eerste die ik jou mee heb gekregen op zondag uit huis te gaan, hè? Ja. Normaal kan je mij nooit uit huis gaan. Had je dat al verteld, hè? Ja, vanochtend al. Ja. Maar hoe heet het? Normaal... In mijn ritme ben ik gewend om nu gewoon lekker thuis te liggen. Dus ik ga zo lekker op bed liggen en ben ik klaar. Ik ga even lekker relaxen, hoor, dadelijk. Ja, precies. Dus. Maar Sander, even kort samenvattend. Ja. Hoe vond je het? Als je het in 1 woord zou kunnen omschrijven. Geweldig. Geweldig? Ja. Sluit ik mij bij je aan. Mooi. Is dit het einde van de vlog of ga je nog iets anders opnemen? Nou, ik ga nog iets anders opnemen dus. Blijf in ieder geval kijken, zeg ik alvast. Of niet, jouw keuze, vrijheid van meningsuiting, bla 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 bla. Maar dit is wel de laatste keer dat jullie hem denk al zien, of nog beter. Ja, in deze vlog, hè. Misschien in wanneer ik twee nog dan even zeg. Ja, maar in deze vlog, maar ik kom nog terug, hè. Nee, maar bedoel, maar misschien nog wel twee nog even wat nog gaat vloggen. Maar we gaan dadelijk een bus pakken naar... Huis. Naar huis. Maar wat is er vervelend met bussen? Ja, mocht je het niet weten... Maar als het goed is, is het laatste dag toch? Ja, het was alleen dit weekend. Jij mocht je niet weten, dit weekend zijn er geen treinen rondgehouden. Dus als jullie nu kijken, is het al voorbij. Ja, wij moeten nu reizen met de bussen naar Alphen en zo. Heel goed doen allemaal. Maar het was het echt goddomme waard, zeg. Dat zeker wel. Het was het waard. Ja. En echt niet eens onvergeten. Ongelooflijk. Ja. En dan gaan we nu maar de bus pakken. Laten we dat dan even snel doen. Precies. Ja, hier gaat ons scheiden. Hier gaan onze wegen scheiden. Ja, onze wegen, dat wou ik zeggen. Ik ga hier naar rechts. The parting of the ways. En jij gaat hier rechtdoor, hè? Ja, the parting of the ways, zoals het dan heel mooi heet. Ja, ga ik alleen even de camera draaien. Wil ik jou ook een kortje even draaien? In ieder geval, George. Oh, ik moet in het beeld. Hey. Was super gezellig. Ja, man. En, fantastisch. We spreken wel en ik zie je vrijdag in ieder geval. Ik zie jou vrijdag in ieder geval. Ja, dus jullie weten ook. Dag kijkers, abonneer op dit kanaal. Sowieso. En, of ga jij nog afsluiten? Leuk dat je in ieder geval meeging. Ga jij zo nog de kijkers even wel trusten wensen? Nou, jij kan er heel vast zeggen. Dag mensen. Doei. Maar als we nou in de ochtend kijken. Goedemorgen. Maar ik ga nu lekker richting huis. George ook. Dus, en ik ga nog eten. Jij zeker ook nog eten? Even vast eten smakelijk. Ik spreek je. Hoi. Maar ja, het was een superleuke dag nogmaals. En ik heb echt genoten van deze dag. Dus dit dag is niet om te vergeten meer. En ik ga nu lekker richting huis toe. Lekker nog eten. En laten we zo snel mogelijk richting huis gaan en lekker eten. Ik heb ongelooflijk tijd. Zelfs Ganja zit al wachten op het eten. En het is nu ongeveer al 11 uur geweest. 11 uur? Kom je nou ineens met 11 uur? Wauw. Het is nu bijna 8 uur. En we kijken of ik eigenlijk nog belgoed kan halen voor mijn telefoon. Anders moet ik dat morgen doen. Maar in ieder geval, anders kan dat ook morgen. En nu maar even kijken of ik kan halen. Belgoed. Ik ben nou thuis gekomen, heerlijke dag gehad nogmaals. En echt ongelooflijk. Ik heb ervan genoten deze dag. Maar nu is er even snel een pizza aan overgezet. En gelukkig, kwam ik later pas achter, heb ik de benzinepomp gered. Om belt goed juist te halen. Dus, en ik heb niet 2 bonnen, maar 1 bon, maar 2 bonnen. Want hij dacht eerst van dat ik 10 euro wou, maar ik wou van 20. Dus, maar ja, als ik eentje andere pijp kan pakken. Ja, ik heb hem. Dus, en ik ga nu maar lekker eten. Ik heb ongelooflijk honger, echt waar. Echt, super. Echt honger. Veel trek. En vanochtend heb ik even die plastic even weggebracht. En dan ga ik even nieuw neerhangen. Dus. En dan, ja, jullie horen een appje van mijn telefoon. Weet je, ik ga even deze licht aanzetten en dan die uit. Hopseke nee. Maar ja, ik heb echt een ongelooflijk leuke dag gehad. Niet beschrijven, gewoon. Dus, alleen mocht daar algemeen niet vloggen, maar ook al logisch. En nou, niet meer lekker eten. Ik heb trek. Mijn pizza is nu klaar. Ik denk dat jullie, misschien hebben jullie de piep wel gehoord. Oh, zo, wat ben ik blij dat ik thuis ben, dat ik eindelijk kan eten. Ik heb echt ongelooflijke trek. Maar eerst ga ik die pizza snijden natuurlijk. Ik leg deze even aan de kant. Ik kan mijn bord daar neerzetten. Eerst even uit de... Zo, dan gaan we dat even uit de oven halen. Wacht even, dat doe ik even wel zo. Zo. Oké, dus leg ik hier neer. En dan ga ik neem deze mee, want dan kan ik ze beter snijden. Hoppakee. Zo, die heb ik even lekker neergelegd. En dan ga ik hem nu lekker snijden. Dus dan laten we dat even doen. Zo, dat is helemaal gesneden zoals jullie hebben gezien. Nu gezien. En dan ga ik lekker dit opeten. Met een bakje knoflook, dat ben ik alleen vergeten. Zo, en zet ik even lekker hier neer. En dan lekker een bakje knoflook bijpakken. En dan ga ik lekker van mijn... Deze even dicht doen. Pizza genieten. Al is het bijna 9 uur. En nu gaan we pas eten. Is een keertje niet anders. Maar ja. Voor een keertje is het niet zo erg. Want ik heb een ongelofelijke dag gehad. Van dat optreden. Echt ongelooflijk bizar. Hoe leuk het was. Ik heb echt van genoten. En nu maar lekker eten. En lekker... Netflix kijken, even lekker bijkomen van vandaag. En even lekker laten bezinken wat er allemaal vandaag gebeurd is. Even, ja, ongelooflijk. Maar nu even lekker dit, even kijken. En nogmaals, ik kan nog wel blijven zeggen, ongelooflijk superleuke dag gehad. Maar het is een keer tijd van dat het helemaal afgelopen is. Ik zet de kachel ietsje omhoog. En ik ga nu lekker helemaal klaarmaken. Lekker slapen in ieder geval. En even lekker hierover dromen wat er gebeurd is. Ongelooflijk. Die zang. Ongelooflijk mooi. En wat ik eigenlijk nu wil zeggen, dat ik nu lekker ga pitten. Misschien een beetje nog een beetje video's kijken. En daarna lekker mijn bedje in. En wat heb ik ook trouwens lekker gelachen met Iver. Ongelooflijk super lachen. Ik heb er genoten met hem. Joshua, nogmaals, als je kijkt terug. Thanks om mee te gaan. Ik hoop dat jij zelf ook hebt genoten. En ja. Deze dag is echt een dag om niet te vergeten. En ja, laten we nu maar even lekker. Want morgen moet ik vroeg op. 10:30 word ik al opgehaald voor een reden. Maar ik ga in ieder geval morgen naar Alphen. Terwijl ik vandaag al een paar keer voorbij gekomen ben. 2 keer zelfs trouwens. In de ochtend en in de middag. Avond bedoel ik. Maar ik ga er morgen weer heen en ik kan niet zeggen waar. Wel, ja, ik kan wel zeggen. Het is in de buurt van Julianabrug waar ik heen ga. En dat is voor een reden en verder kan ik niks zo vertellen. Dus, en ik ga nu maar... misschien dat ik wel later kan vertellen. Maar nu ongeveer, nu op het moment niet. Ik weet zelf wat er allemaal gaat gebeuren. Dus... nu maar even lekker klaarmaken voor morgen. En ik zat toevallig te denken, morgen is het maandag. Daarna is het dinsdag. Dus zat ik te denken, maar dan moet ik even kijken. Om dinsdag even langs mijn oude school te gaan. Even weer tijd niet meer. Ik vind het wel leuk altijd af en toe gewoon oude leraar weer te zien om mijn oude school. Ik heb wel eens gehoord dat we heel veel nieuwe leraars zijn ook. En ben ik wel benieuwd naar wie zijn dat eigenlijk. Maar ook, ja, gewoon die leraar die hebben daar gezeten. Die daar dus nu zitten en die heel vroeg ook, toen ik op school zat, ook zat. Weer eigenlijk te zien. En voor mijn directeur Arjan Koos, ik weet niet of ze nou mocht eigenlijk zeggen. Maar Arjan Koos, Arjan. En ja, ik heb wel zin om weer mensen te zien. En gewoon even koekeloeren, maar of ik dat ga vloggen weet ik niet. Ik weet niet of ik op die school mag vloggen namelijk. Maar ik vind het zo lekker even, daar even langs te gaan. Dan ga ik morgen, overmorgen doen waarschijnlijk. Nou, dan ga ik nog even kijken hoe en wat. Maar nu even lekker klaarmaken om richting bed te gaan. Ik hoop jullie allemaal genoten hebben van deze vlog. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even een blij duimpje omhoog. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Zal het tof zijn als je hier beneden abonneert. En dan zeg ik alvast veel kijkers en gewoon een heel vlog. Om 1 uur. En dan zeg ik hierbij laters. Zo, ik ben thuis gekomen, boodschapjes gedaan. Ik zat te denken, wat zou ik halen? Zou ik morgen gewoon pizza halen? Of zou ik patatjes halen? Ik heb Costco voor pizza. En 2 bakken yoghurt gehaald. 2 pakken.